Stil hoe meer. Nee. Die volgen alleen aan, maar het is nu. In een tas of in een kast, dat is dus aansluiten om je enkel. Dus het is gewoon met vet, zeg maar, doorweekt. Nou, dat is echt niet goed voor de schoen. Want de stiksel gaat ervan kapot en dat is echt niet, dat moet je niet meer doen. Vroeger deden ze daar om die schoenen een beetje soepel te krijgen. Nou, tegenwoordig zijn die schoenen allemaal zo soepel en fijn dat dat niet meer zit met de vingers aan. En je zou ze nu opbergen en je zet ze in het magazijn en na een half jaar pak je ze weer. Dan zie je gewoon de vingerafdrukken, die zijn vast geroest op het eind. Maar harder en dan zitten ze er vol. Problemen hè, als je zegt van ik ben aan het schaatsen en dat ding dat wordt een beetje zenuwachtig. Die gaat alleen maar heen en weer zo. Dat ijs is super vlak, glad en die schaars is rond. Ja, dan heb je weinig. Die schaars in die machine en dan loopt die steen, die slijpmachine, die loopt over die mal. Dus hier loopt die gewoon langs en dan volgt hij de lijn van de mal. Hij maakt dus een kopie van die mal, maak je in de schaars. Nou, en dan. Dan kun je deze machine kun je gewoon laten lopen totdat hij niet meer raakt. En dan is hij goed. Dan heb je de ronding er goed in. Ronding is duur. Ja, en waarom 2? Nou, dat hebben ze zo'n dag wat sneller. Heel erg met de landen. We hebben de korte puntjes met vaak weg een beetje. Dat die droog erin open, anders zou je iedere keer veroveren. Maar ook met die klappers. Dus dat, maar dan ben je een beetje een stukje ijzer bij kwijt dan. Ja, een beetje minder korter bij ijzer dan. We doen die. Ja, dat gaat gewoon door, hè? Die verbetering en zo, dat gaat gewoon door. Ja. Het is oneindig. Hier heb je die aanslag, noemen we dat. Dit stukje is hoger dan dat stukje. Dus, en dus eigenlijk kun je de schaar zo ver mogelijk naar boven doen. Want zo ver mogelijk naar boven uit. Wel allebei tegelijk. Hetzelfde. Normaal, zet ik hier altijd op. Ik doe ze altijd op dezelfde manier erop. Dit is achter. Zet ik hier een aatje, heb ik hierop staan voor. Rechts, links, dat hij altijd dat je niet zo. Okay. Zo doen. Ja, zo. Ja, ja, ja. Altijd op dezelfde manier. Links, ja. Ja, precies. Ja. Dit is een aanslag. Dan heng het naar de oven, dan doe je de. Je kunt hem aanzetten. Kijk, dan is het op dezelfde manier. Ja. Erin. Kijk, als je het niet doet, je moet niet zo, dan kom je niet eroverheen. Hè, als je dit. Als je te kort, de ver naar achteren, dan kun je niet slijpen. Nee. Dan zit je hier op de. Ja. Het is wat je eroverheen kunt, die punt. Maar meenemen. Nou, ik doe het altijd een beetje zo op de. Schuifschaal naar alleen op de oog, hè? Ik heb een buurman die zegt, dat scheelt geen koedek aan. Geen koedek aan. Een boer. Nou, een beetje. Weer gelijk erin, dat is belangrijk. Goed, boom dat ding aan. Want ik heb zelf wel gehad en dan wou ik een beetje snel doen. En dan raak ik 10, zeg maar helemaal net en vraag je er niet onder tegenaan en dan ga je slijpen. Ja, en dan na die tijd denk je, dat is niet goed. En dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja, je moet werk erbij. Die ding eraf. Oh, hier heb ik een steen. Je hebt een mooie. Ja, die is een mooie middag. Dit is de grove kant. Je begint met de grove kant. En dan ga je wel net over dat. Het is heel belangrijk dat je de druk goed verdeelt, maar je kan wel nagaan, hier heb je meer kracht dan daar. Ja. Als je daar, dan is je kracht al een beetje vervlogen, zeg maar. Ja. En dan moet je, ja. Nu gaan we volgens door. Ik heb zo'n ding eronder, dus hij een beetje klein bent. Dus ja, kijk, hij zo staat te slijpen, dat wil niet, hè? Zeg, al die meeste waren niet de grond, hè? Ja, ik heb ook wel eens gezien, dan gaan ze op de grond liggen met de knieën en de bomen op te drukken. Dan ik. Ja.
Kun je ook naar beide kanten invullen, of maakt dat niks uit? Links en rechts. Links en rechts. Ja, links. Nou. Oh, maakt dat nog wat uit of niet? Het is gewoon afwisselen. En in het licht, je moet, dat is wel belangrijk, dat je een goed licht boven hebt. Dat, dan kun je op een gegeven moment zien dat die groefjes langzaam die gaan weg. Het is ook wel belangrijk dat je punten een beetje meeneemt. Dat je, ja, dat je een beetje gewoon rond blijft, zeg maar. Dat die goed over de oneffen mee glijdt als je op de ijsbaan hebt. Nou, ik doe altijd staf eraf en dan gaan we de braamsteen, dat is een beetje een half versleten, maar je moet hem er goed opdrukken zo, dat hij goed haaks, dat niet zo gaat, hè. Dat is belangrijk, dat niet zo gaat doen. Gewoon haaks er langs, staat hier, oh, ziet er goed aan mis. Zo, en dan die kant. Nou, dan pak ik de fijne kant. Je kunt nog een keer de grove kant doen. Ik doe ook nog wel de grove kant even. Zo. Want er zitten nog groefjes in, dat kun je goed zien. De fijne kant. En dan weer dezelfde. Hetzelfde. Op de diagonaal? Hm? Want Henk zegt rechts, de fijne kant alleen maar recht en niet diagonaal. Maar je doet nee, de fijne kant doe ik ook wel. Toch? Ja. Als je nou. Nu heb ik met de graf ben ik begonnen, maar als ik ze nog niet nog behoorlijk scherp heb, dan doe ik alleen die, dan gebruik ik die grove kant, die gebruik ik helemaal niet. Dan begin ik gelijk met de fijne kant. Ja. Maar dit is eigenlijk de. Dit is ook een beetje, nu ben je eigenlijk ook wel een beetje aan het polijzen, zeg maar. Maar ik moet eerst al die groefjes eruit hebben. Ja. Want hoe minder groefjes je erin hebt, hoe minder glijweerstand je hebt. Maar wat is het voordeel dan? Je gaat naar die diagonaal, dat de groef zit er van recht. Ja, als je steeds recht gaat. Ja, dan krijg je hier van die lange groeven mee. Dan gebruik je de hele steen een beetje wat. Ja, om de steen vlak te houden, maak een beetje een beetje schuin. En de laatste beweging doe dan de rechter. Ja. Kijk, die ronding, we hebben net die ronding erin geslepen, dan is die enorm, zitten er heel veel groeven mee. Veel meer dan normaal, zeg maar. Dus dan ben je gewoon even niet langer bezig. Ja, dan moet je nog opmachen, maar je zal een tijdje bezig zijn, hè? Ja. En dan kan je met die ronding eruit weer.